Hey, geluksvogel! Moet jij dit jaar examens doen? En wil je meer video's van elk vak van alle examenonderwerpen netjes op een rijtje? Kijk dan op Digistudies.nl. Welkom allemaal! Mijn naam is Vincent en vandaag gaan we het hebben over het zenuwstelsel. In deze video zullen we beginnen met te begrijpen hoe we deze systematisch in kunnen delen. Zoals altijd, zorg ervoor dat je Bina's erbij hebt en alvast oefent met de tabellen. En maak vooral aantekeningen wanneer je nog iets niet wist of wat moeilijker vond. Allereerst de systematische indeling. In de wetenschap is het ontzettend belangrijk dat we zaken op een systematische manier kunnen categoriseren. Dit creëert orde in de chaos en zorgt ervoor dat we systemen beter kunnen begrijpen. Als je bijvoorbeeld je kledingkast indeelt, vind je het ook fijn om je broeken bij elkaar te leggen en bijvoorbeeld je truien en t-shirts weer apart, want dan kun je ze makkelijker terugvinden. Zo doen wij dit ook in de biologie. Er zijn meerdere manieren mogelijk om het zenuwstelsel te klassificeren of in te delen. Voordat ik dit uitleg, wil ik dat je de binas tabel 88b erbij pakt en alvast even kijkt naar de verschillende klassificaties. Oké, okay, dan beginnen we nu. Allereerst de indeling op basis van plaats. In deze indeling hebben we het over twee grote onderdelen. Het centrale zenuwstelsel. Wat bestaat uit de hersenen en ruggenmerg. In dit deel worden alle executieve functies uitgevoerd, wat in principe betekent dat het je helpt om problemen op te lossen en een plan creëert om je lichaam aan te sturen. Het is ook het deel van je zenuwstelsel dat omgeven is door beenderen ofwel botten. Het centrale zenuwstelsel wordt soms ook wel het controlecentrum van het lichaam genoemd. Het perifere zenuwstelsel bevindt zich juist buiten je brein- en ruggenmerg en bestaat uit zenuwcellen. Deze zenuwcellen komen in twee types voor. Het motorische deel, wat in principe al je spieren en dus je lichaam aanstuurt. Hierdoor kan een spier bijvoorbeeld samentrekken, maar kan ook een klier samentrekken om hiermee hormonen uit te scheiden. Maar daar komen we op een andere video op terug. Het motorische deel is dus verantwoordelijk voor beweging. Het sensorische deel bestaat uit zenuwcellen die prikkels omzetten in een elektrisch potentiaal en daarmee zorgen dat jij waarnemingen kan maken. In principe werken al je zintuigen met sensorische zenuwcellen, die ieder een ander soort prikkel of signaal kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld licht op je ogen, druk op je huid of zelfs. Geur in je neus en smaak in je mond. Het sensorische deel is dus bedoeld voor waarnemingen van prikkels. In deze zin zijn prikkels alle soort signalen die wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Dus ook geluid is een prikkel. We kunnen ook het zenuwstelsel opdelen op basis van functie. Dan is het onderdeel van het zenuwstelsel het animaal zenuwstelsel. Het zenuwstelsel dat ons lichaam aanstuurt, waarbij er bewustwording nodig is. Met andere woorden, dit zenuwstelsel is actief wanneer het gaat om een bewuste actie. Bijvoorbeeld het oprapen van je pen of het trekken aan het stuur in de auto. Het andere deel van het zenuwstelsel is het autonoom zenuwstelsel. De naam zegt het al: dit zenuwstelsel is geheel autonoom en heeft dus niet onze bewustwording nodig om zijn werk te doen. Denk maar aan het verteren van je eten, het pompen van je hart, en zo verder. Het autonoom zenuwstelsel is weer onder te verdelen in een orthosympathisch deel en een parasympathisch deel. Om dit beter te begrijpen, wil ik dat je Binastabel 88L erbij pakt. Hier staat namelijk super duidelijk uitgelegd wat behoort tot het orthosympathisch deel en wat behoort tot het parasympathisch deel? Het parasympathisch deel regelt zaken wanneer je in een passieve toestand verkeert, ofwel in rust bent. Als we logisch gaan redeneren, zouden we kunnen denken dat bijvoorbeeld vertering een onderdeel is van het parasympathisch deel. Als we dan even spieken in tabel 88-l zien we dat het inderdaad het activeren van de spijsverteringsorganen onderdeel is van het parasympathisch zenuwstelsel. Ook zien we dat juist het remmen van de spijsverteringsorganen een onderdeel is van het orthosympathisch zenuwstelsel. Het orthosympathisch deel is dan ook het zenuwstelsel wat verantwoordelijk is wanneer je lichaam actief bezig is, bijvoorbeeld wanneer je rent. Hoe actiever het ene deel hoe minder actief het andere deel. Op deze manier blijft je lichaam in balans. Het is ook wel een fijne gedachte dat als je opeens moet wegrennen van een roofdier, je orthosympathisch deel actiever wordt en je spijsverteringsorganen geremd worden, zodat je niet opeens in alle nood naar de wc moet. Stel je eens voor, dat zou echt super onhandig zijn. Een handig ezelsbruggetje om dit te onthouden is rest and digest. Wanneer je in rust bent, verteer je. En fight or flight. In gevaarlijke situaties moet je juist kunnen vechten of vluchten. En dus juist niet verteren. Rest and digest behoort dus tot het parasympathisch deel. En fight or flight hoort bij het orthosympathisch deel. Dat was het alweer voor deze video. Vond je dit nou een fijne manier van leren? Kijk dan ook even op de website van Digistudies. Daar staan namelijk nog veel meer en ook uitgebreidere video's over alle examenstof. Geef ons ook even een like en abonneer op ons kanaal. Doei!